Hallo jongens en meisjes van het internet. Nou ben ik vandaag weer. Zoals jullie zien zit ik weer in de badkamer, want ik wil iets nieuws met jullie proberen. Dit is een bruisbal die al een tijdje, al een paar jaar online is. Van tevoren nu alvast wil ik even zeggen dat ik hierna denk ik geen bruisbalvideo's meer komen. Alleen nog van andere winkels dan de Lush, omdat ik wel vind dat de Lush bruisballen de laatste jaren gewoon heel duur zijn geworden. Ik vind ze heel lekker ruiken, maar en de kwaliteit is prima. Ik vind alleen de prijs te veel. Dus dat alvast even hier vooraf dat jullie dat weten. Jullie niet daarover beugen. In ieder geval, deze bruisbal die in dit zakje zit, heb ik al een tijdje hier in huis liggen. Hij heet Cheer Up Buttercup. De hele site over de informatie trouwens is ook veranderd. Het is nu in categorieën verdeeld. Deze hoort bij de categorie fruitig. Dus het is deze bruisbal. Ik weet niet of die in beeld te zien is. Deze. En ik kan hem even jullie laten zien. Er staat bij de perfecte bijkom voor als je wel wat in zon in je leven kunt gebruiken. Cheer Up Buttercup zorgt voor een geweldige zonsopkomst in je bad. Frisse citroen, limoen, opwekkende neroli zorgen ervoor dat je dansend de deur uitgaat. Als je hier niet vrolijk van wordt, weten wij het ook niet meer. Dus dat is de tekst. Nou, en ik ga hem eruit halen voor jullie. Dit is, de meeste ballen die jullie gewend zijn, zijn groot. Dit is een kleintje. Noem maar even een babyballetje. Dit is het balletje. Ik leg even het zakje aan de kant, want er zit ook wat poeder. Dit is het balletje. Hij spoedert nu al zo gek. Ik ga heel even mijn vingers nog maken dat ik de camera vast kan houden. En dan neem ik jullie mee naar het bad. En kijk, ik ben zo bij jullie terug. Dan laat ik zien hoe het in het bad uitziet. Nou, zijn we weer. Dan kunnen jullie ook met mij meekijken hoe het bad eruit ziet. Ik ga hem erin doen. Dan heb jullie even wat ingezoomd. Dan kunnen jullie beter zien hoe het eruit ziet. En er zit als het goed is de lavendel in, of iets anders, dus ik heb dat al gezien. Ik kan hem namelijk eronder uitzien komen en ik ga hem er weer doen. Het schijnt wel weer als een geef. Hij zit hier nu in de zijkant. Oh ja. Als jullie hier horen, oma zit hier naast mij, alleen die wil niet in beeld. Zo! Stond er dat er een citroengeur aan zat nou? Halleluja! Sterke lucht, man. Jeetje, mijn lucht. Gossie, man. Nou, vind jij? Ik vind het echt een sterke lucht, hoor. Nou, zeker. Dat wil zeggen dat er een rode kruid in zit. Nou, ik vind de citroenlucht sterker ruiken dan de rode, hoor. Ja, ik vind het wel. Oké, dan vallen we voor kleur ook. Kijk dan. Dank je. Hij wordt roze. Oké, jongens, dat had ik niet verwacht. Hij wil gewoon roze. Nou wat jongen. Hebben wij al één keer nog een kleur veranderen in de bal gehad? Nee. Nee toch? Nee. Hoor je dat geluid? Dan doe jij het tegen het bad dan? Nee, luister. Oh ja. Knet het gewoon. Grappig. Dit is hem nog maar, een klein stukje. Hij is volgens mij zo zwaar dat ik gewoon even mijn net naar de boom zakt, joh. Zo. Nou, ik ga even in bad. En hierna laat ik mijn mening weten over Cheer Up Buttercup. Nou ben ik weer. Het is ongeveer een half uur later nu. Ik vond dit een heel lekker bad. Zoals jullie zien hier achter me is het bad geel gekleurd nu. Ik dacht dat het misschien oranje werd omdat er een roze uit het buisbal kwam, maar dat is niet zo. Ik weet niet of jullie duidelijk in de beelden die hiervoor te zien zijn kunnen zien dat er ook roze uit de bal komt. Omdat ik het beeld meer uit op mezelf gericht had. Ik weet niet of ik de camera juist neergezet heb, dus of jullie dat duidelijk kunnen zien. Zoals ik al hiervoor in de video heb gezegd, is dit de laatste bruisbal die ik van Lush zelf ga testen die hier in het huis ligt. Want ik vind het hele goede kwaliteit, maar de prijs vind ik toch nou een beetje te duur voor mij. Maar ik zou het andere voor de kwaliteit wel gaan aanraden. Het zijn verder hele fijne bruisballen. Ze ruiken lekker. Ik heb een hele zachte huid, dus dat is ook heel fijn. En ja, je kunt er nog wel bruisballenvideo's op dit kanaal te zien zijn of wel volgens. Maar dat worden geen Lush bruisballen meer. Dat moet ik jullie alvast vertellen. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Zoals ik al eerder in de video zei, abonneer even hier beneden op de rode abonneerknop. En hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!